Ik ben Steven van der Meijen. Ik ben collectiebeheerder voor de vogels en zoogdieren van NCB Naturalis. En we zijn nu bezig met een grote interne verhuisoperatie om ruimte te maken voor de collecties van het Zoologisch Museum van Amsterdam die deze kant op komen. En dit is eigenlijk het eerste resultaat, het eerste lege magazijn wat dat heeft opgeleverd. De bedoeling is dat hier de Amsterdamse insectencollectie voor een deel wordt geplaatst. Die is ongeveer net zo groot als onze eigen collectie, dus als een verdubbeling. Dus daar moeten we in de toren aardig wat ruimte voor vrijmaken. En dit is het eerste resultaat. Dit magazijn moet ook leeggemaakt worden. Daar zijn ze al druk mee bezig. En mijn collega van de Vissen heeft hier al in ieder geval alle exemplaren uitgehaald die in het type magazijn komen. Dus dat scheelt al zo'n 30%. Het lijkt nog wel steeds heel erg vol, maar dat geeft dan een beeld hoe vol het was voor die tijd. En dan wordt dit ook binnenkort allemaal verhuisd. Dus dan hebben we twee magazijnen naast elkaar die gebruikt kunnen worden voor de insectencollectie. En dit magazijn winnen we erg veel ruimte. Je ziet hier nog de originele breedte van de gangpaden. Die was 1,20 meter. En we gaan naar een pad van 80 centimeter, dus dan win je al sowieso heel fors. Bovendien draaien we de kasten, dat scheelt één gangpad aan het eind. Dus echt iedere centimeter die we kunnen pakken, die wordt hier meegenomen. En we zetten de vogels ook veel dichter op elkaar, dus er komen veel meer planken per kast. Dit is dus nog de oude opstelling. En aan het eind is de nieuwe opstelling, dus haaks op het gangpad. En we winnen naar schatting zo'n 12 tot 20% in zo'n magazijn aan ruimte door deze nieuwe opstelling. Deze kasten die bevatten onze dozen waar we de balgen in bewaren. Dat zijn de vogelhuiden. En die kasten zijn nog meegekomen uit het vorige museum. Dat is het oude systeem. Maar de kast zelf neemt in verhouding erg veel ruimte in. Dus we krijgen hier een nieuw systeem voor. Dat zit nu in de ontwerpfase. Waardoor je dit veel strakker kunt opslaan. En waarschijnlijk win je dan zo'n doos of 3, 4 per kolom. Dus dat levert toch over al die kasten een aanzienlijke ruimtewinst. Dus dat is ook een van de manieren die we gebruiken om die collecties van Amsterdam plek te kunnen geven. We hadden in dit magazijn onze bijzondere collectie staan. Dat betekent de type exemplaren, de uitgestorven soorten en nog wat bijzondere verzamelaars. En die hadden we achter slot en grendel. En een van de manieren om ruimte te winnen is om al die bijzondere collecties in één compartiment samen te voegen. Zodat we in deze ruimtes weer gaten maken. En daar kun je dan weer de Amsterdamse collectie in opslaan. In dit magazijn brengen we al onze bijzondere objecten samen. Dus objecten van uitgestorven soorten, type exemplaren en een aantal bijzondere collecties waarvan bijvoorbeeld de verzamelaar heel bijzonder is. Hier zijn de magazijnen gedraaid. We hebben hier alleen wel een iets breder gangpad gelaten, ook vanwege de veiligheid van de objecten. Maar de draaiing en de nieuwe herinrichting is hier al, achter de rug. Ja. Dit is ook een hoog magazijn, dus je kunt hier ook de bovenkant van je kasten gaan gebruiken. Dat deden we vroeger ook nooit. En dat levert ook weer natuurlijk een heleboel ruimtewinst op. Vooral bij dat soort onhandige hoge objecten. Nieuwe rij. Meer dan één.